Dutch boy, boy, boy. En dan sorry ding daar. Een van harte goedemiddag. De middaguitzending op de 96.3. Volg ons ook via www.radiosrs.nl. Of je gaat lekker naar Radio SRS Suriname. En dat is onze Facebookpage. Een big up voor jou en de jou, of course. Maakt niet uit waar je bent of waar je ook bevindt. Waar van de wereld je zit. Als je me verstaat, dat want takida alla fasi yunawa orchis renaman. Of wie leert dat daar? No problem. Een big up voor jou en de jou, of course. En ja, we doen Surinamers overal met de complimenten van Koto en TeleG. En vandaag praat ik met Renata Posten. Ze is van beroep directeur van stichting Reboots, Booster Giver Coach en trainer en speaker bij Reopomi. Enough talking, let's call. De editie vandaag 6 augustus 2024. Ik ben Glyf Witteman, a.k.a. Dandachi. Hallo, goedendag. Goedendag, met Renate Boston. Dag Renate Boston, je spreekt tot Glyf Witteman, Dandachi, Radio SRS. Dit is Surinamers overal. Welkom in ons programma. Dank je wel. En hoe gaat het met Renate? Het gaat goed, het gaat goed. Ik zit lekker hier in Nederland van het zonnetje te genieten. Lekker aan het water, dus het gaat prima. Oh, je zit in het water. Welk water is dat dan? Aan het water. In Amsterdam-West, Osdorp, om precies te zijn, zitten we lekker langs het water. Of ik zit lekker langs het water. Oké, is dat een ding daar, langs het water zitten in plaats van in het water springen? Nee, nou, hier in dit water wil je niet springen, hoor. Het is volgens mij nog niet eens water waar je in gevonden wil worden. Dus nee, je wil hier in zwemmen. Nee, okay, naar een ander land. All right. Nou, dan is het zo dat je dus vandaag lekker vrij bent en lekker geniet van je vrije dag. Ja, ik ben niet helemaal vrij, maar ik heb even vrij genomen. Speciaal voor jullie om in de uitzending te komen. Oh, op die manier. All right. Want je bent directeur van stichting Reboost. En Booster Giver Coach. Vertel een beetje over je stichting. En wat is een Booster Giver Coach? Ja, nou, mijn stichting, we bestaan 11 jaar in het stadsdeel Amsterdam-Zuidoost nu. Mm-hmm. Het werk wat ik doe met jongeren en jongvolwassenen doe ik nu 26 jaar om precies te zijn. Okay. En wat wij binnen de stichting doen, we hebben een prachtig boosterprogramma ontwikkeld van 2 jaar. Waarin wij jongeren, jongvolwassenen 17 plus tot 35 jaar ondersteunen. Ten aanzien van hun ambities, hun doelen, maar vooral ook een stukje identiteitsversterking, mindsetversterking. Als het gaat om competenties en om een stukje talentontwikkeling en vooral toekomstgericht perspectief. Oké, okay, klinkt mooi. Een hele mond vol in elk geval. 26 jaar doe je al dingen met de jongeren. Very interesting. Ja. Is het echt zo nodig daar dat jongeren die begeleiding krijgen allemaal? Of is dat like gewoon iets wat jullie doen om ervoor te zorgen dat de jongeren goed voorbereid zijn op hun toekomst? Nou, het zijn 2 dingen. Als je de actualiteit leest, als je het ziet, het nieuwsberichten, et cetera, dan is het zeer nodig dat jongeren en jongvolwassenen op deze manier, zoals wij dat bij Reboost nu doen, ondersteund worden. En dat zeg ik omdat je vanuit de maatschappij er heel vaak van uitgaat. Jongeren, jongvolwassenen, 18 plus, dan ben je volwassen volgens de wet. Maar in de praktijk blijkt toch altijd maar weer dat er gewoon veel meer nodig is dan alleen maar, ik ben 18 en zoek het in principe maar een beetje uit. En ik heb eigenlijk na die 26 jaar, in totaal is het nu 26 jaar, maar toen ik binnen reguliere organisaties werkzaam was, heb ik toch gezien en gemerkt dat er een ontzettend grote behoefte is als het gaat om soms wel echt daadwerkelijk het handje vasthouden van deze jongvolwassenen. Mm-hmm. En wat ik wel merk de laatste tijd is dat qua veerkrachtigheid, ja, maar ook qua identiteit, ik bedoel in die levenscategorie, dan ben je toch op zoek naar jezelf. Wie ben ik? Ja. Waar sta ik? Mm-hmm. Wil ik? Een stukje ondersteuning daarbij. Nou, dat is van harte welkom natuurlijk. En er wordt veel meer gevraagd van de jonge generatie van nu. Ik denk dat het anders was als toen ik die leeftijd had. En dan, dat vraagt toch wel een bepaalde veerkrachtigheid. En die moet je hebben. Mm-hmm. Die moet je aangeleerd worden.
En daar is ook tijd voor nodig om dat in ieder geval te bieden. Okay. Je merkt ook depressie, hè, dat jongeren ook wat vaker depressief zijn, mentale klachten, mentale problemen hebben, waardoor ze toch hun weg niet helemaal kunnen vinden in deze maatschappij. Oké. Ja. Je zegt het, ik ken dat allemaal met de stichtingen en de bureaus en de plekken waar jongeren naartoe kunnen, zo'n beetje daar in Nederland. Ja. Best wel handig natuurlijk, want het is vaker toch wel meer nodig dan dat we denken. Maar je doet het al 26 jaar. Waarom heb je hiervoor gekozen, voor deze baan? En ben je erin gerold? Heb je ervoor gestudeerd? Hoe is dat uiteindelijk tot stand gekomen? Nou, ik heb ervoor gestudeerd. Ik heb een maatschappelijk werk, MWD noemen ze dat, maatschappelijk werk dienstverlening, een HBO-opleiding hiervoor gevolgd. Okay. Ik heb daarvoor 8 jaar in de kinderopvang gezeten. Hmm. Ik heb een tussenstapje gemaakt binnen het bedrijfsleven, maar daar werd ik helemaal niet gelukkig van. Mm-hmm. En uiteindelijk door een gesprekje te zijn aangegaan met mijn schoonzusje, mm-hmm. die een opleiding volgde, Hogeschool De Horst, werd ik eigenlijk daardoor wel getriggerd. Mm-hmm. En het kinderen, mensen, met mensen werken, dat heeft mij altijd wel aangetrokken. Dus voor mij was het eigenlijk zo klaar als een klontje. Okay. Toen zij me daarover vertelde en toen ben ik de opleiding begonnen. Mm-hmm. Er zit wel eigenlijk ook nog een diepere reden achter waarom ik dit ben gaan doen, een eigen stichting. Okay. En als ik daar de ruimte voor heb om dat even kort te kunnen vertellen, graag. Dan doe ik dat graag. Ja, zeker. Nou, ik heb jaren gewerkt binnen reguliere organisaties, waar ik veel met jongeren en jongvolwassenen in gesprek kwam. Ik merkte dat ik heel snel het contact legde. Ik begreep ze ook sneller. Mm-hmm. Ik bereikte ze ook sneller. Ja. En dat kreeg ik ook steeds mee van collega's van, hey, jij doet wezenlijk echt iets anders. Mm-hmm. Maar er zit nog een verhaal erachter. Ook ik heb de leeftijd gehad van 19, waarin ik ook op zoek was naar mezelf. Mijn moeder, een fantastische vrouw, die heeft heel hard voor ons gewerkt, waardoor ik heel goed terecht ben gekomen wat dat betreft. Maar toen ik die leeftijd had, toen liep ik toch ook nog wel met een aantal vragen. Wie ben ik? Waar sta ik? Wat wil ik? Okay. En ik had een vriendinnetje. Ik woonde toen in Almere. Mm-hmm. En dat vriendinnetje, haar moeder, tante Muriel, had een opvanghuis, Warren Osso. En daar ving ze kinderen op, kleine kinderen, daar passen ze op. Maar ook wat oudere kinderen, jongvolwassenen, die niet meer naar huis konden. En ik was een soort kind aan huis. En ik kon eigenlijk altijd belangeloos bij tante Muriel, want zo heette ze, kon ik terecht. Mm-hmm. Totdat ik uiteindelijk naar Almere of naar Amsterdam verhuisde. En ik ging niet meer. Oh. En elke keer dat mijn moeder kwam, dan zag ik haar wel eens op de markt lopen. En dan zei ze, Renate, maakt niet uit. Je hebt het druk, je bent en blijft mijn dochter. Ook al heb ik je niet gebaard. Ja. Nou, dat is een tijdje doorgegaan. Totdat ik 5 jaar, denk ik, pin me daar niet op vast, werd gebeld door een van haar dochters. En die vertelde me dat haar moeder ernstig ziek was. Oh, en op dat moment, dan gaan er van allerlei belletjes rinkelen in je hoofd. Mm-hmm. Schuldgevoel kwam ook naar boven. En vanuit dat schuldgevoel heb ik een brief geschreven, want ik wilde heel graag naar het ziekenhuis natuurlijk. En op het moment dat ik die brief schreef naar haar toe, mm-hmm. om ook spijt te betuigen dat ik het nooit meer ben gaan zien en opzoeken, kwam ineens een aha momentje. En toen dacht ik van, Renaat, dit is waarom jij Reboost begonnen bent. Omdat ik ook een soort van tante Muriel wilde zijn voor andere jongeren en jongvolwassenen. Helaas is ze overleden. Maar ik heb wel in mijn programma, in het programma De Booster, een onderdeel Tante Muriel, waarin jongeren, jongvolwassenen iets terugdoen voor de maatschappij, ten nagedachtenis van haar. Dus dat is voor mij de echte reden waarom ik Reboost begonnen ben. Oké, Reboost. Booster, giver, coach, trainer en speaker bij Reopomi. Wat is Reopomi precies? Of Reopomi, hoe spreek ik het uit? Ja, Reopomi is mijn bedrijf. Ik heb de stichting Reboost. En daarnaast heb ik een eenmansbedrijf, Reopomi. Ja. En met Reopomi verzorg ik op dit moment zeg maar trainingen. Of een training. En die training is effectief jongerenbenadering. En die training geef ik eigenlijk aan een gemeenteland. Medewerkers die met jongeren direct of indirect werken. Om ze in de basis mee te geven, wat is nou belangrijk als je jongeren en jongvolwassenen beter wilt bereiken, maar ook beter wilt leren begrijpen.
Die training heb ik ontwikkeld vanuit een motivational speech. Want die heb ik eerst in een motivational speech geschreven. Okay. En uiteindelijk heb ik hem in een trainingsvorm gegoten. En het is de bedoeling dat ik uiteindelijk met Reopomi anderen, beginnende startende coaches, ga trainen om de taal te spreken die ik spreek. En om jongeren en jongvolwassenen beter te leren begrijpen en beter leren te bereiken. En die training, daar ben ik nu volop mee bezig om die te ontwikkelen. Om als zodanig anderen mensen mijn ervaring, mijn kennis, mijn kunde, om het over te dragen. Dat is wat die opomie is eigenlijk letterlijk helpen opstaan. Uh-huh. Ik mezelf opstaan. Op. Ik moet mezelf zo nu en dan iets meer een podium geven. Dat krijg ik steeds mee vanuit mijn omgeving. En ik denk te veel aan anderen, zegt men vaak. En het helpen opstaan van anderen, dat ze weer in hun kracht komen te staan. Mm-hmm. Dat ze op de een of andere manier weer denken van, hé, weet je, maar hierdoor ben ik wel getriggerd of geïnspireerd. En hierdoor heb ik misschien wel wat nieuwe perspectieven. Mm-hmm. Dat is wat Reopomi. Oké, en hoe lang ben je al zelfstandige ondernemer? Of ondernemer? Ik ben nu, ja, vanaf 2017 even uit mijn hoofd, hoor. Mm-hmm. Ja, ja. Oké. Ja, sorry. Stichting is 11 jaar. De stichting ben ik al 11 jaar mee bezig. Stichting ben je 11 jaar mee bezig. All right. Ja. En hoe start je eigenlijk zoiets, zo'n stichting of zo'n eigen bedrijf? Waar begint het bij en wat heb je nodig? Van waar komen de financiën vandaan en zeg maar het geheel? Ik heb daar eigenlijk heel veel jaartjes over nagedacht. Omdat ik toch merkte dat ik A, iets anders deed op mijn werk, hè, waar ik toen werkte. Mm-hmm. En B, ik had zoiets van, hey, weet je, er is blijkbaar een behoefte waar ik in kan gaan voorzien. Mm-hmm. En ik heb het, ik weet niet of je het geluk moet noemen. Maar ik ben wel iemand die heel erg gelooft in mijn kunnen. En het is absoluut niet dat ik naast mijn schoenen loop, dat is zeker niet. Mm-hmm. Maar ik heb altijd wel het gevoel gehad van, hey, ik zou wel iets kunnen doen om deze jongeren. Op de manier waarop ik denk dat het goed is om ze daarin te bereiken. Dus op een gegeven moment, ik woonde in Amsterdam Zuidoost en ik heb de stoute schoenen aangedaan en ik ben naar het buurthuis gelopen, vlak bij mij in de buurt. En toen ben ik in feite mijn verhaal gaan vertellen. Mm-hmm. Hè, dit is wat ik heel graag wil. Dit zijn mijn ambities, dit zijn mijn plannen. Ik wil heel graag iets voor jongeren en jongvolwassenen doen. Yeah. Ik heb op een gegeven moment een oproepje in een krant gezien van een buurvrouwennetwerk. En die dame Heidi, die heb ik op een gegeven moment benaderd. En op een gegeven moment met haar ook in gesprek geraakt. En toen stelde ze mij de vraag van, hey, zou je iets kunnen betekenen voor jonge vrouwen in de wijk? Ik heb toen gezegd, dat kan. Maar het is niet alleen voor de vrouw, want ook de heren hebben het ontzettend hard nodig. En toen ben ik eigenlijk gewoon begonnen in een buurthuis met een kleine bewonerssubsidie. Ik toen heb aangevraagd van, via een organisatie, toen POSO. Kenneth Maknak, die heeft mij daar ontzettend in gesteund en aangemoedigd. Ik vergeet het geen moment. En doordat hij me aangemoedigd heeft om een plan in te dienen, een bewonersubsidie aan te vragen, is dat hij dat mijn eerste inkomsten geweest voor Reboost. En toen zijn we begonnen in een buurtwerkkamer in Holendrecht. En we zijn gestart met een aantal trainingen en workshops. En op die manier ben ik begonnen. Uiteindelijk kwamen er heel veel jongeren. Ik wist niet waar ze vandaan kwamen. En toen dacht ik van ja, je moet nu gewoon gaan beginnen. Mm-hmm. En langzamerhand is mijn programma zoals die nu staat. Hè, waarin we de 1-op-1 coaching doen. En daarnaast groepsgerichte activiteiten die we inzetten als middel. Zodat ze zich kunnen versterken in bepaalde competenties. En samen kunnen leren. Is dat ontstaan. En hebben we even de tijd genomen in die 11 jaar op een gegeven moment om goed naar ons programma te kijken. Wat hebben we gedaan? Wat was het effect? Wat kan beter? Wat moet anders? En op die manier hebben we hem opnieuw ingericht. En is het boosterprogramma zoals die nu is. In die gaandeweg is hij natuurlijk wat verder ontwikkeld. Is die ontstaan. Dat is zoals ik ben begonnen. En als het gaat om de subsidies, hè, want je stelde net die vraag over subsidies. Mm-hmm. Dat is een van de grootste uitdagingen. Ik zit er 11 jaar nu in dit stadsdeel. En de subsidies, wij ontvangen minimale subsidies.
Daarvan kan je bij wijze van spreken net nog je broek omhoog houden. Zo. Onvoldoende subsidies wat dat betreft. Voor een doelgroep die de meest onzichtbare doelgroep is die er bestaat. Ja. Tenminste, ik noem dat ook. Omdat het jongeren en jongvolwassenen zijn die niet alleen de problemen openlijk zichtbaar zijn. Hè, zoals ik heb geen woning, ik heb schulden. Dat zijn problemen die zichtbaar zijn. Ja. Maar je hebt ook een doelgroep die minder zichtbaar is. Okay. En het is een doelgroep die vol zit. Die een druk, in ieder geval een druk bestaan hebben. Die werken, die op school zitten, et cetera. Mm-hmm. Maar de onderliggende problematieken die er spelen, vooral ook het mentale stukje en identiteitsproblematiek, competenties, lees- en schrijfvaardigheden die we ook vaak zien, die worden eigenlijk niet erkend. En als het daarom gaat, dan denk ik van ja, weet je, die erkenning voor het werk wat wij binnen onze stichting doen al 11 jaar, dat blijft voor mijn gevoel nog veel te, ja, het is gewoon te weinig en het blijft echt nog achterwege. Want als je moet nadenken dat het werk wat wij doen nu onder de noemer vrijwilligers komt te staan, wat het al lang niet meer is, want we maken uren van hier tot Tokio. Mm-hmm. Dan denk ik van, ja, het is ontzettend belangrijk dat wij middelen krijgen en vooral ook financiële middelen krijgen om ervoor te zorgen dat je gaat groeien als organisatie. Ja. Dat je ervoor zorgt dat je meer jongeren en jongvolwassenen kunt ondersteunen. Mm-hmm. Want op het moment dat je steeds in het kip en het ei verhaal blijft lopen, hè, van je hebt weinig middelen, dan kun je ook mensen niet betalen. Mm-hmm. Je kunt het programma niet draaien zoals je het eigenlijk zou willen draaien. Ja. Je hebt problemen met locaties. Nou, noem het maar op qua scala aan problemen. En dat zorgt ervoor dat je eigenlijk in de overlevingsstand zit. Continu. Okay. En dat zijn dingen waar ik nu 11 jaar denk van ja, dit is eigenlijk niet zoals het zou moeten. Oké. Maar je doet het nog steeds graag en met alle liefde? Absoluut. Alright. Uit liefde, ik bedoel, vanuit liefde is prima. Maar uiteindelijk wil je ook ervoor zorgen natuurlijk dat je als organisatie ook je eigen broek kan ophouden. En dat je ook die liefde kan blijven geven aan die jongeren en jongvolwassenen, maar ook aan mijn team. Want ik doe het niet alleen. En dat je dus inderdaad allemaal daardoor kan groeien. En gewoon ook je bestaansrecht je kunt behouden. Mm-hmm. All right. Ja, ik had juist gedacht dat het daar een beetje anders was. Dat er genoeg geld was. En dat men toch wel vond dat dat belangrijk is. En daar ook eigenlijk de nodige steun en middelen daarvoor vrij zou maken. Maar hoe komt het dat de middelen zo moeilijk te verkrijgen zijn dan? Want ik bedoel, kom op. Nou kijk, ik weet niet in hoeverre het moeilijk is, want geld is er genoeg. Ik geloof niet dat er geen geld is. Ik geloof wel dat er soms ook wel selectief gekeken wordt naar wie de relaties heeft met het subsidieland, laat me het zo maar even zeggen. Ik denk dat we ook te maken hebben met een systeem. Een systeem waar we in vastlopen. En het systeem werkt voor mijn gevoel als volgt. Op het moment dat jij een pot met geld krijgt van de gemeente en die geeft aan van die opdracht moet je uitvoeren en je mag alleen maar met partij X mag je die opdracht uitvoeren en niet met partij Z. Zo. Dan betekent dat op het moment dat jij, ik kom aankloppen als Ribo zijnde bij jouw deur en zegt van ja, die jongeren die jij daar hebt, die zou ik kunnen ondersteunen. Wat ik vanuit, als ik ga kijken naar het netwerk wat ik heb opgebouwd en ook het netwerk waar ik in zit in Amsterdam en Oost, dat er genoeg en voldoende organisaties zijn die het omarmen. Die zeggen van ja, natuurlijk, wij kunnen het niet alleen. Wat logisch is, want we kunnen het niet alleen. We hebben altijd weer een ander nodig. En op het moment dat het wordt gezegd van hetgene wat jullie doen, want wij zitten een stukje in het voorportaal. Wij zorgen er eigenlijk voor dat jongeren en jongvolwassenen worden verstevigd. Ten aanzien van richting werk, ten aanzien van richting opleiding. Ten aanzien van het oplossen en beheersbaar maken van je schulden. En het zijn maar even een aantal dingen die ik nu zo opnoem. En op het moment dat jij dusdanig van belang bent in die keten. En daardoor die samenwerking aan wil gaan met een andere organisatie. Maar die een opdracht heeft, specifiek om dat met partij X te moeten doen. Mm-hmm. Dan kan zo'n partij zeggen van ja, maar wacht even, Reboost.
hè, op het moment dat jullie daar ook nog een stukje financiën voor vragen, dat gaat niet. Want wij hebben ons eigen financiën voor onze eigen organisaties. Dus we kunnen dat stukje financiën kunnen we niet aan jullie geven. Want anders is bij ons de pot, nou ja, niet eens leeg. Maar dat betekent dat er daar natuurlijk ook een gat ontstaat. Terwijl het op die manier niet zou moeten werken. Want je werkt allemaal aan de ontwikkeling van deze jongeren en jongvolwassenen. Je bent, hè, je zou in principe een keten van organisaties moeten vormen, van samenwerking moeten vormen, om deze jongeren en jongvolwassenen te kunnen helpen. Omdat ik het niet geloof dat je als één organisatie alles kan. Want dat is ondenkbaar. Dat zou je ook niet moeten willen. Ik zeg altijd, van schoenmaker hou je bij je lees. Dus als we het hebben over een systeem, hè, wat het in stand houdt, dan denk ik van, nou, dan hebben we nog een heel veel stappen hierin te maken. En op het moment dat men niet, dat men een subsidierelatie aangeeft of heeft met diverse organisaties die al jaren subsidies krijgen, dan is dat wellicht ook een reden om te denken van, hey, die partijen ken ik al. Andere partijen die kleiner zijn, die ik misschien nog minder goed ken, ja, dat risico ga ik misschien niet willen lopen. Om ze dan ook inderdaad te voorzien van een subsidie. Een grote subsidie, daar heb ik het over. Geen kleintjes. Oké. Nou, dat is hartstikke duidelijk. Maar waar komt eigenlijk deze ambitie vandaan, zeg maar, om dit soort werk te doen? Je vertelde net dat je moeder natuurlijk heel hard heeft gewerkt om ervoor te zorgen dat je toch wel een goed jeugd hebt gehad en toch tot goed terecht bent gekomen. Maar heb je dat een beetje van je moeder, die omgeving? Van waar eigenlijk die inspiratie om te werken met jongeren en als het ware sociaal bezig te zijn? Nou, ik denk dat ambitie vooral gewoon komt omdat ik heel veel van de dingen herken die waar jongeren tegenaan lopen. Zeker als het een stukje gaat om identiteit, jezelf een beetje kwijt zijn en jezelf een beetje zoeken. Ik heb het ontzettend fijn gevonden dat ik A, mijn moeder had en A, tante Muriel. En zo zijn er nog meerdere mensen op mijn pad gekomen, gaandeweg mijn volwassenheid, die ik echt nodig had om mezelf te kunnen ontwikkelen zoals ik nu ontwikkeld ben. Ik weet nog één persoon, Marieke Smit. Ik werkte op een kinderdagverblijf en ik was 19 jaar. Voor het eerst, mijn eerste echte baan, om maar zo te zeggen. En ik babyleidster samen met een andere collega Linda. Hele spontane vrouw van in de 30. Die was vrij aanwezig, maar ik vond het allemaal prima. Zo hoefde ik niet naar voren te komen. Totdat een dag mijn leidinggevende op kantoor heeft geroepen en ze eigenlijk tegen me zei van haar, wat is dit? He, je stelt je op als een, nou ja, iemand die eigenlijk niet, die mensen eigenlijk niet goed zien. Terwijl je iemand bent met heel veel potentie en ik geloof in jou. Het feit dat zij tegen me heeft gezegd, ik geloof in jou, die woorden had ik voor mijn gevoel nog nooit gehoord. En toen heb ik mezelf getraind. Toen ben ik eigenlijk, ik werd op een kinderdagverblijf waar je verschillende groepen had. Een babygroep, onder andere één. En voor de rest peutergroepen en naschoolse opvanggroepen. En ik was de enigste van de babygroep die als vertegenwoordiger in een grote vergadering plaatsnam. En dan moet je wel praten. Dan moet je wel. Ja. Want dan wordt er aan jou gevraagd, oh, vertel eens Renaat, hoe gaat het bij jullie op de babygroep? Wat is de stand van zaken? Kan je niet achter iemand verschuilen? Nee. Dus op een gegeven moment heb ik mezelf getraind. Totdat uiteindelijk de mensen de vraag aan mij stelde van, goh, ben jij de hoofdleidster van de groep? En het was helemaal niet het geval. Maar op die manier heb ik mezelf getraind en ontwikkeld. Ik praat veel en ik hou van praten, hoor. Dus ik heb altijd gezegd, mijn kracht is het praten. Ja. En daar ga ik een beroep van maken. En dat heb ik ook echt gedaan ook. Ik hou van praten, maar het is niet om het praten, maar dat je wel zinnige dingen natuurlijk verkondigt en zegt. Dat de boodschap goed overkomt natuurlijk. Hè? Precies. Oké. In elk geval, je hebt het over je moeder gehad die daar was en die ene lieve tante. Maar als we praten over moeder, ga ik die vraag stellen, gestolen vraag, normaal gesproken stel ik hem aan het begin van de interview. Maar wie is je moeder eigenlijk en wie is je vader? Mijn moeder is Henna Jeanette Derby, als ik het even goed zeg. Hoor, mama, vergeef me als ik je tweede naam niet goed heb gezegd. Derby is Soumanie. Okay. En mijn vader is Max Rudolf Boston Arduin. Dat is mijn vader en mijn moeder. Oké, Boston Arduin. Oké. In elk geval, ben je geboren in Suriname of in Nederland? Ik ben in Suriname geboren, maar dat is bijna 1 jaar toen ik in Nederland kwam wonen. Oké. Bijna 1 jaar. Dus ja, van Suriname heb je, ja, kan je natuurlijk niets vertellen voor wat betreft je kindertijd. Maar ik weet nog, je hebt net een vraag gesteld. Tenminste, je hebt het gehad over één belangrijke vraag.
die ik ook op school heb gekregen, denk ik, tijdens, wat was het? Het was iets met social something. Ik weet niet precies wat het was. Ja. Maar de vraag was, je moest de vraag beantwoorden voor jezelf. En de vraag was, je hebt het net al zeg maar gezegd, wie ben ik? En dan heb ik zoiets van, heb je ooit die vraag kunnen beantwoorden? Wie is Renata Boston? Renata Boston is iemand die ontzettend houdt van het leven. Ik ben iemand die heel positief in het leven staat. En het is geen naïviteit, maar ik probeer eigenlijk van alles wat mij... ik wil niet zeggen overkom wat ik meemaak als een leerervaring te ervaren of te zien. En daarnaast is het voor mij heel erg belangrijk, alles wat ik doe heeft te maken met de dag dat ik niet meer op deze aardbodem leef. Mm-hmm. En ik duur nog heel lang, want ik wil 120 jaar worden. Okay. En dat is mijn haakje. Mm-hmm. Op het moment dat ik kom te overlijden, ik wil tot nu toe nog steeds begraven worden, dan wil ik dat alle mensen, die liefdevolle mensen, alleen die mensen daar wil ik zien. En ik wil dat ze met me dansen, ik wil dat ze lachen, omdat als ze aan mij denken, ik ben een plezierig mens, tenminste dat zo ervaar ik mezelf wel. Mm-hmm. En dat ik alles uit heb gehaald uit mijn leven. Wat voor mij bestemd is. Ik probeer alles op alle facetten, relationeel, familie, werk, probeer ik ervoor te zorgen dat ik het goed heb. En dat ik een voldoening heb. Dat wanneer ik naar huis ga, dat ik denk van yes, ik heb een voldaan gevoel. Op het moment dat ik met mensen omga, dan wil ik in alle eerlijkheid en alle zuiverheid met de mens omgaan. Omdat ik zelf ook iemand ben die open is, die eerlijk is. Ik neem geen blad voor mijn mond, maar ik ben altijd wel respectvol naar anderen toe. Ik ben behulpzaam, ik ben lief, ik heb altijd een luisterend oor. Voor de mensen die ik lief heb, ga ik door het vuur. Ook voor mijn jongeren. Oké. Ja, Suriname. Je bent dus je eerste vertrokken. Hoe vaak ben je terug geweest en wat was de laatste keer? De laatste keer toevallig was een aantal weken geleden. Okay. Ik ben 2 weken geweest. En toen ben ik even naar Nederland gegaan. Toen ben ik weer gekomen voor een week. Dus ik ben in totaal 3 weken geweest in Suriname. Alright. Was dat de enige keer of ben je er van tevoren ook geweest? Nee, heel lang niet. Ik weet even niet meer hoeveel jaren geleden dat is geweest. Mm-hmm. Maar in 2019 of zo, maar ik pin me er niet op vast. Mm. Maar ik ben heel lang, hiervoor ben ik heel lang niet in Suriname geweest. Nee. Mm. Alright. Hoe komt dat? Heb je geen interesse hier? Of trekt het je niet aan? What's up? Nou, ja, het is alleen dat het me niet aantrok, hoor. Ik ben niet zo happig geweest met reizen. En dat is misschien wat de boer niet kent, vreet hij niet. Maar ik ging eigenlijk nooit op vakantie. En ik neem ook nooit vakantie. En het vliegen is ook al niet iets waarvan ik zeg van... Nou, dat doe ik elke dag. Ja. Dus ik denk dat dat zij die mij een beetje tegen hebben gehouden ook. Ja. Oké. Nou, hoe heb je er nou gedacht om dat allemaal in te halen? En hoe ben je van plan om dat te doen? Je contact met Suriname, echt like Suriname eigenlijk. Goed leren kennen en ervan gaan genieten. Zoals je nou daar lekker met je voeten ergens langs het water zit, waar je niet in kunt, want het kan zijn dat je hele lijf eigenlijk, dat je jezelf verliest, dat je haar uitvalt, maar in Suriname kun je bijna in elke mooie kreek zwemmen en dat soort zaken. Ik bedoel, heb je die drang niet en mis je het niet? Nou, ik ben Suriname de laatste keer, afgelopen keer dat ik naar Suriname was. Ik vind het land gigantisch mooi. Ik ben erg dat ik denk van, kom mij even liefd op het land. Je hebt natuurlijk ook andere dingen die ik heb gezien. Mm-hmm. Waarvan ik ook wel een stukje frustratie bij mezelf heb gemerkt. Mm-hmm. Maar ik vind het vooral een mooi land. Mm-hmm. En ik voelde me wel in die zin thuis. Het is ik heb nog niet de ambitie. Die om te zeggen van ik ga wonen in Suriname, dan in alle eerlijkheid. Maar ik heb wel echt een soort van thuisgevoel gehad. En ik heb echt genoten van mijn tijd in Suriname. Ik vind het echt een gigantisch mooi land. Groot, mooi. Het is onvertelbaar hoe mooi en hoe groot het is. Als je gaat kijken en vergelijken natuurlijk hoe we in Nederland wonen. En niet ten aanzien van Nederland, toch? Want ik zeg altijd van waar je woont. Waar je eet, waar je drinkt, moet je ook dankbaar voor zijn. En Nederland is toch het land waar ik voornamelijk ben opgegroeid. Mm-hmm. Maar Suriname is een fantastisch land. Echt waar. Mooi land. Alright. En wanneer kom je terug?
zo. Dat is een hele goede vraag. Als het aan mij lag, kom ik morgen terug. Maar om mijn werk ziet ze wel aankomen. Om mijn werk ziet ze wel aan te kijken van... nee, voorlopig ga je niet meer. Het is genoeg zo. Okay. Dus als het aan mij ligt... Want ik zie nu andere mensen in mijn kenniskring naar Suriname gaan. Als ik die foto's zie of filmpjes, dan zwijmel ik helemaal. Dus als het aan mij ligt, ben ik morgen weer... En als het al is een weekje, ben ik morgen weer terug. Oké. Ja. Ja, very interesting. Je moeder, vader, wonen die in Suriname of zitten die in Nederland? Nee, mijn vader woont in Suriname. Die woont nu 7 jaar in Suriname. Okay. En daar verbleef ik ook bij mijn vader. Mm-hmm. En mijn moeder woont in Nederland. Ja, Oké. Ja, je hebt je eigen business. Dat is Eri Opomi. Dat is jouw eigen onderneming. En dan heb je nog die stichting Eri Boost. Wat zijn de toekomstplannen? Hoe ziet je toekomst eruit? Nou, een hele mooie vraag. Goede vraag ook. Daar ga ik graag op in. Nou, mijn toekomst. Kijk, we hebben afgelopen tijd een spannende tijd achter de rug. We hebben in het subsidieland een aanvraag moeten doen. We hebben een aanvraag gedaan. En die heeft iets anders uitgepakt dan verwacht. Maar ik laat me daardoor absoluut niet kisten. Het dwingt mij eigenlijk om anders te gaan kijken naar mijn bedrijfsvoering. En hetgene wat me de afgelopen periode gebeurt, of wat de afgelopen periode gebeurd is, dat ik toch een aantal mooie mensen weer ben tegengekomen die graag helpen om mijn ambitie waar te maken. En mijn ambitie is, natuurlijk is het fijn dat er gelden zijn waar je gebruik van kunt maken. Vooral doen zou ik zeggen, als je de mogelijkheid krijgt en hebt. Mm-hmm. Maar het is ook heel erg belangrijk, wat ik ook vooral jongeren en jongvolwassenen meegeef, dat je niet in een afhankelijkheidspositie blijft. Dat je niet te klein denkt. Ik denk in groot. Dus ik denk aan Reboost Academy, Reboost House Academy, hoe je het ook wil noemen. Mm-hmm. Waarin ik absoluut de mensen die binnen Reboost werken dezelfde taal spreken. Die jongeren weten te begrijpen en weten te bereiken. Dat ik een mooi team heb die ik heb opgeleid. Dat vooral. En dat er nog meer jongeren en jongvolwassenen het gevoel van Reboost, want ze zeggen altijd bij ons is een Reboost family, dat ze bij ons de deur plat zullen lopen. Omdat het een privilege is om bij ons het stukje ondersteuning, coaching, begeleiding, training, om die te kunnen krijgen. Want de tijd, de liefde, de aandacht die we binnen dit werk besteden, hij is priceless. Okay. En ik durf het zeggen en ik kan het zeggen omdat het bewijs geleverd wordt. Als ik kijk naar al die jonge en jongvolwassenen die we afgelopen jaren hebben gezien, dat ze gewoon mooie dingen hebben gedaan in hun leven, dan denk ik van ja, daar ben ik super trots op. Oké. Nou, in elk geval, je mag trots zijn, je moet trots zijn, want ik bedoel, ja, kijk, het vergt veel van je, Isabi. Ik zou bijna denken van ja, deze dame die leeft onder de armoedegrens, Isabi. Want stichting, dit en dat, inkomsten die misschien een beetje van zich aflaat te weten, you know, maar ja, het lukt je wel. Hoe hou je jezelf in stand financieel dan? Nou, dat is een hele goeie. Je hebt het over de armoedegrens. Nou, ik ben niet iemand die alles aan de grote klok hangt, zeker niet. Maar ik vind ook niet dat we, want dat zijn ook dingen die ik meegeef aan onze jongeren en jongvolwassenen. Wil je vooruitkomen, dan is het ook goed om hulp te durven vragen. En ook goed om bepaalde dingen te delen. Ik leef nog net niet onder de armoedegrens, hoor, geloof me. Ik kan nog steeds mijn huis betalen en ik kan nog steeds eten en drinken. Gelukkig. Maar ik vind het wel belangrijk om te zeggen dat mijn doel is dat ik niet aan het overleven ben. Mm-hmm. Ik leef absoluut. Maar ik sprak laatst met iemand en die zei op een gegeven moment van Renate, je hebt het over centjes verdienen, maar het gaat om geld verdienen. Ja. En geld verdienen zelf goed van te leven. U zei het al van wanneer kom je weer naar Suriname? Nou, als het aan mij ligt, ga ik elke maand weg. Maar dan moet je het budget ook voor hebben natuurlijk. Ja, klopt. Maar het is heel erg belangrijk dat je niet dat je voldoende middelen hebt om goed te leven. Want als ik zelf goed leef, kan ik ook veel meer geven. Overvloed, als je overvloed hebt, betekent dat je ook meer kan geven. Dus ik zeg altijd van ik ben een biljardair.
Het is nog niet in centjes, maar daar werk ik naartoe. Mm-hmm. En, maar het is wel in gevoel. Ik ben een biljardair omdat ik gezond ben. Dat is het allerbelangrijkste. Heel cliché, maar dat is wel het belangrijkste. Mm-hmm. Daarnaast heb ik liefdevolle mensen om mij heen. Een liefdevolle familie, liefdevolle vrienden. Mm-hmm. Mijn vriend, belangrijk. Daarna de jongeren, mijn collega's. En dat zijn de mensen en de netwerken. Dat zijn de mensen die mij sterken en die helpen. He, want ook ik heb momenten dat ik denk van ik geef het op. Ik stop hiermee, want het brengt me geen windeieren. Maar ik heb dusdanig het geloof in wat wij doen. Dat het, dat het moet blijven bestaan. En zeker voor deze jongeren en jongvolwassenen. Dat ik ook in geld die biljardair ben al. Ik ga niet worden, ik zeg ben. Alright. Absoluut. Positief, dat is het. Je zegt het zelf. Zeer positief ingesteld. En het draait om die positiviteit. Het is niet altijd even makkelijk. Maar het kan, Isabi. En het gaat automatisch. Als je het wilt, Isi. Maar in elk geval, we gaan onze interview moeten beëindigen zo meteen. Maar voordat ik dat doe, heb ik zoiets van. Wat voor advies heb je voor ouders die met natuurlijk jonge kinderen zitten. Die gaan puberen. En die waarschijnlijk zichzelf misschien wel in de problemen zullen brengen. Of in een bepaalde situatie belanden. In het kort, alsjeblieft. Ja, nou, wat belangrijk is, is ook zeker praat met je kinderen. En niet alleen van, hey, hoe gaat het en gaat het goed? Maar ook echt met je kinderen in gesprek. Neem de tijd en neem de aandacht voor je kinderen. Ook al zijn ze 18, ze hebben nog steeds die ondersteuning heel hard nodig. Mm-hmm. En als je het niet alleen kan, er zijn mensen die je daarin echt kunnen ondersteunen. En het is absoluut geen schande om hulp te vragen. Dat is wat ik mee wil geven. Alright, nou... Renata Boston, ik denk dat je natuurlijk je ouders heel erg trots hebt gemaakt. Niet alleen dat. Ik denk dat je een mama bent die zeker 120 zal worden. Want voor alle kids natuurlijk en jongvolwassen waarvoor je uiteindelijk toch je best doet om hun te helpen en in het gereel te houden en zo ook ons spoor te brengen. Nou, dat is geweldig. God gegeven. Je doet, we noemen het ijdel werk, Isabi toch. Dus wij in Suriname zijn sowieso trots op jou. En ik zeg, keep it going on, Isabi. Hopelijk komt er in de toekomst ergens een gaatje waarvan je misschien met Stichting Rumas in Suriname ook samen iets zou kunnen doen voor onze jongeren hier in Suriname. Dat is mijn wens, begrijp je? Dus check dat ding. Stichting Ruma kun je vinden op Facebook en zo. Dat is een hele lieve mevrouw die net zoals jij zich inzet voor natuurlijk jongeren, probleemjongeren, kanslozen of kansarmen of noem maar op. Weet je, dus very, very great. Ik bedank je en ik wil je nog een hele mooie, fijne dag daar het water toewensen. Dankjewel. Hetzelfde. Dankjewel. Graag gedaan, Sosa Lobby. En be blessed and stay blessed and enjoy your life. Oké? Oké. Oké, afgesproken. Bye bye. Doei doei. En je hoort het, mensen. Dat was ze dus. Renata. Want je hebt Renate, maar zij heet Renata. Boston. Ik denk dat ze misschien wel familie is van Sandra Boston. Of en ik weet dat ze op dit moment ook zit te luisteren. Blijf afgestemd voor het uitgebreid middagnieuws, gevolgd door de sportinformaties op de 96.3. En ook te volgen via www.radioazeres.sr.